Over jezelf. Ja. Wel een leuk, dat is dan weer. Wat vinden ze er thuis eigenlijk van? Kijk, ik heb hele jonge kinderen, 6 en 3. Dus je hebt geen idee. Dat is ook wel een voordeel. Zit ook niet op social media of lezen nog geen krant. Dus het is gewoon papa. Gewoon papa, ze hebben geen idee. Af en toe rijden we wel eens langs, zal maar zeggen, het Binnenhof. En zeg ik, daar werk ik. Oké, mooi. Dat is ook wel, ja, dat is ook wel overzichtelijk. Ja. En voor de rest, thuis hebben we het er wel van tevoren over gehad. Al tijdens de formatie, zal maar zeggen. En dat moet je wel goed afstemmen. En bovendien vind ik het ook belangrijk dat er een evenwicht is tussen werk en gezin. Dus ik probeer ook elke morgen nog, niet als statement, wil ik erbij zetten, ik probeer wel mijn kinderen naar school te brengen. Omdat ik vaak s'avonds ben ik er niet. S'avonds gaat dat dan met de ministersauto? Nee, of gewoon op de fiets? Fiets, ja. En wordt hij dan anders aangekeken op het schoolplein? Nou, dat valt misschien nog mee. Dat valt wel mee. Of heeft het niet doorgegaan? Nee. Ik heb het in ieder geval niet door. Ik merk het niet zo. Ja. Ja, we zijn begonnen bij de MAVO. En toen bent u... Ja. toch? Dankjewel. Omhoog gegaan. Ik heb een MAVO-diploma. Vervolgens ben ik naar 4 HAVO gegaan. Van 4 HAVO naar 5 VWO. Toen het VWO-diploma gehaald. En toen naar de universiteit gegaan. Oké, hij zegt dus dat hij zijn MAVO-diploma heeft gehaald. Daarna rechtstreeks door naar 4 HAVO. Daarna rechtstreeks door... zonder een HAVO-diploma te halen, rechtstreeks door naar 5 VWO. En ook nog naar de universiteit. What the fuck?